de blokken achter mij, de ramen die je ziet, hier en hier, dus heel dit stuk, dit gaat Generatie A worden. We gaan die ramen wegdoen, dat je gewoon kunt binnenkijken. We gaan een open office gaan maken, hopelijk toffe kleurtjes en zo, dat we helemaal tof gaan inrichten. Daar gaat dus Generatie A zitten. Ik ben Leila en ik ben Yannick de Pauw en samen zijn wij het eerste kleine deeltje van iets nieuws, iets fantastisch, vinden wij toch. Namelijk het jongerencommunicatiebureau. Wij zijn ook maar 2/6 van dat deeltje. Dat communicatiebureau dat heet Generatie A. We zijn eigenlijk op zoek naar 4 creatieven. Ze gaan eigenlijk alles moeten doen. Het is niet dat zij taakjes gaan krijgen, ze gaan zowel moeten plannen, ze gaan zowel de concepten moeten bedenken, gaan ze ook zowel de flyers en de affiches moeten ontwerpen zelf. Ze gaan ook gewoon betaald worden. Ik denk dat zo met niveaus, met barema's. Maar ik ben zelf niet de financiële in ons team. Ik denk dat het een soort B-niveau gaat zijn, wat niet slecht is. Dus we gaan ze wel serieus nemen, dus we gaan ze ook gewoon serieus halftijds werk geven. Ik hoop echt waar, uit de grond van mijn hart, dat wij iemand tegenkomen die gewoon keiveel zin heeft en de volle bak goesting heeft om ervoor te gaan en ook gewoon creatief is. Maar ik wil niet dat wij alleen maar gaan zoeken in de marketingwereld of in de mensen die communicatie gestudeerd hebben. Het is ook gewoon, er wonen heel veel diverse doelgroepen in Antwerpen. Wij willen die ook bereiken. Wij willen niet alleen voor de jongens en meisjes gelijk ik en Leila. Dus wij zijn nu op zoek naar jongeren. Die campagne begint vanaf vandaag. En wij willen starten met Generatie A op 5 januari, als ik mij niet vergis. Dan beginnen we effectief met werken in ons bureau. En dan is het aanloop tot het startfeest 4 maart. En dan ons jaar, dat loopt tot november. Maar op 1, 2, 3 en dan allemaal samen. Klaar? 1, 2, 3. Ja, direct.